ik ben eigenlijk continu bezig met judo. Ik kleed me om en ik ben alweer bezig met de volgende training. Of wat ging er nou verkeerd in deze training? Of wat ging er nou goed in deze training? Als topsporter ben je eigenlijk 24/7 ermee bezig. Normale trainingsdag voor mij begint eigenlijk, ik word zo laat mogelijk wakker. Laten we zeggen, een half uur voor de training ga ik mijn bed uit. Ik pak mijn kleding, ik maak mijn shake, ik zet de koffie. Ik eet het op in de auto. En ik kom aan bij de training en dan ga ik trainen. Een normale dag voor mij begint vaak eigenlijk met een krachttraining. In de ochtend en ja, judo training in de avond. Daartussen heb ik ook nog allemaal belangrijke dingen. Ik moet naar de fysio toe, ik moet naar de masseur toe. Ik praat met een diëtist of met mijn manager. Dat soort dingen zitten er allemaal bij. Maar de hoofdzaken zijn wel de krachttraining en de judo training. Voor mij als topsporter is het heel belangrijk om een goede voeding te hebben, een goede rust. Want ik moet elke training moet ik presteren. Daarbij heb ik gelukkig hulp bij Herbalife Nutrition. Ik gebruik van de Formule 1 Sportshake. Dat is mijn ontbijt. Daar raak ik gewoon goed vol van en daar kan ik een hele goede training op draaien. Daarbij gebruik ik ook de Hydrate tijdens trainingen. Dat ik gewoon niet alleen water zit te drinken, maar het heeft ook nog de juiste isotonen en dingen die ik nodig heb voor tijdens een training. Als ik een wat langere training heb, dan gebruik ik die CR7 Drive. Ik gebruik ook de eiwitshake, de Rebuild Strength. Dat is voornamelijk na zware trainingen, voornamelijk na de krachttraining. Dan even snel een proteïne shake erin. En gedurende de dag dan vul ik eigenlijk mijn eiwit een beetje aan met de proteïnerepen of de proteïne chips of de Achieve Bar. Ik bereid me niet anders voor dan op een trainingsdag of een wedstrijddag qua voeding. Dat ik niet ineens op een wedstrijddag hele andere dingen eet, waardoor mijn lichaam van slag raakt. What is special about Noel, in my opinion, is his commitment and drive and dedication to winning. When he believes 100% that everything's right, everything's going well, he's in great shape, he can walk through walls for you. When there's a slight doubt in that belief system through injury, bad preparation, that's when it can suddenly go off track. So he can still perform, as we've seen in certain tournaments, still perform, but not super sharp. If we get his belief system and his mentality correct, then he can win things. Ik heb natuurlijk heel veel hoogtepunten, mooie hoogtepunten. WK 2019. Maar er zijn ook veel dieptepunten. Dat hoort gewoon in de sport. Ik heb verschillende keren onverwachts verloren of laatste grote blessure gehad. Dat zijn mentaal wel harde klappen. Maar ja, er is maar één manier om daar overheen te komen. Dat is gewoon doorgaan. Ik ga samen met mijn coach zitten en dan gaan we een heel plan uitschrijven. Van hoe kan dit niet nog een keer gebeuren? Hoe gaan we dit voorkomen? Hoe gaan we hier sterker uitkomen? Dus eigenlijk is het altijd maar gewoon, ja, is maar één manier en doorgaan. Dedication is a really key factor to achieve success in top sport. Without dedication and commitment, the journey is going to be really, really tough. The future is still very bright for Noel. I think he can achieve massive things. I think he can repeat his world title. I also believe he can get on the Olympic podium in Paris. We're at the beginning stages of that now. We're going to kind of reshape him, redevelop him. En breng hem uit Noel 2.0. Als ik in de toekomst kijk, dan ik zie mezelf denk wel op Parijs 2024. De Olympische Spelen, daar wil ik gewoon weer staan. En daar wil ik onder medailles vechten. Dat is wel echt mijn toekomstbeeld. Ja.